mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het Kamer Corps. Ja, vandaag spelen we Detroit Become Human, aflevering 10, jongens. Bedankt voor de support op de vorige video. Iedereen vindt dit gewoon tof. En ja, ik vind het zelf echt de beste, ja, nou eigenlijk wel het beste spel dat ik ooit gespeeld heb. Ik kan het nu wel concluderen, ik vind het zo ziek. Maar ik hou ook gewoon heel veel van die storyline games waarbij je zelf kan kiezen dingen. Dus ik vond The Walking Dead vond ik bijvoorbeeld ook echt heel gaaf. Ik heb trouwens gehoord dat er een nieuwe Walking Dead uitgekomen is. Misschien ga ik die wel spelen. Laat het achter in de comments als jullie dat willen zien. Ik heb de vorige nog niet helemaal afgemaakt. Die kan ik op zich opnieuw gaan doen. Omdat ik wel echt letterlijk alles vergeten ben. Die kan ik opnieuw gaan doen. En daarna gelijk de andere. Het is een ideetje dat ik sowieso een storytelling game als serie hou op mijn kanaal. Stel dit is afgelopen. Maar in ieder geval laat een like achter als je dit nog leuk vindt. Ben nog niet geabonneerd, abonneer op mijn kanaal. En we gaan dus gewoon weer door met Detroit Become Human. In de vorige video hebben we dus een wat ouder hoofdstuk van Kara gedaan, die we nog niet eerder hadden gedaan. En nu ben ik weer bij Kara. Dus we zitten nu even de storyline van Kara aan het doen. Twee chapters van Kara nu achter elkaar. Ik heb even de rest doorgespeeld. Precies dezelfde keuze gemaakt als ik vorige keer ook gemaakt had. Origineel, zeg maar. En dan ben ik nu weer aangekomen bij een hoofdstuk van Kara, die ik dus nog nooit gedaan heb. Ik hoop dat jullie het snappen in ieder geval wel. Ik steek er heel veel moeite in, maar ik vind het wel gewoon echt heel leuk. We zijn dus weer bij een hoofdstuk van Kara. Hervatten, eigenlijk gewoon het voorhoofdstuk. Voorhoofdstuk waren we dus bij dat huis, bij die Slatko. En die vent was gedood door de door die deviant of de android die wij vrij hebben gelaten. En toen gingen we met Luther, gingen wij dus deze boy, gingen we dus weg. En hij wist een plek, hij is neutraal, we gaan hem te vriend houden. Wist dus een plek waar het dus heel goed is. Nou, Alice is vertrouwd, dat is helemaal toppie. We gaan gewoon iedereen te vriend houden en hopen op het beste einde. Voor mij is het beste einde in de zin van, dan moet je wel iedereen bevriend houden. Lijkt mij. Dus daar gaan we voor. Nou, heeft zijn rijbewijs, waarschijnlijk kunnen wij zelf ook rijden. Auto, bestemming, afstand, weer. Auto. It's a good thing Zlatko had a car. Ja. Gewoon even aardig zijn. I wouldn't want Alice out walking in this cold. I saw it once in the garage. I don't know if Zlatko even ever used it. God, Zlatko. 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 Bestemming. These people we're going to see. How do you know about them? Ja. Overheard androids. Ja, Luther. They said they were humans helping androids across the border. What if it was alive? Dat is wel heel goed. Or just another trap. Kan, dat kan. All I know is those androids believed it. Until Zlatko killed them. Nee, ik geloof Luther over 300%. Ik vind het gewoon een hele goede gozer. I've never seen snow before. So. It's pretty. It's slowing us down. Ik voel maar rijden best wel hard als je zo die ramen ziet. En de laatste. Oh shoot. Nee, we gaan hier niet stoppen in ons. Oké, nou ja, we gaan het zien. Het is wel echt shit weer, jongens. Oh, ik vind deze serie zo leuk. Alles staat goed, ik check altijd heel vaak. Nou, dan gaan wij even checken. Voor mij kunnen wij geen koud lijden, want we zijn een robot. Voor mij is dat een dingetje. Check motor, dan ga ik naar achter. Oh, ik weet al weinig van auto's, maar dit slaat natuurlijk wel weer heel veel. Ik weet echt weinig van auto's trouwens, ik ben echt totaal geen autoliefhebber. Als ik heel veel geld heb, zou hebben laten, zou ik wel een mooie auto kopen, maar niet een hele garage vol, zeg maar. What are we going to do? Ik ga eerder een chopper halen. No. Een chopper of een privé jet of zo. Of een boot. Boot vind ik heel dik. Een boot vind ik heel dik. We have to find somewhere to spend the night. Oh nee. Nee. Where we can stay around here. Echt hè? Zoek een schuilplaats. Nou, moe. We're in the middle of nowhere. Daar is een huis. En daar is een pijl. Wat gaan we doen? We gaan naar het huis. Oh, dat kan niet. Nou, gaan we naar de pijl. Er zijn weer drie opties. Dit lijkt net die ene andere nacht. Hadden we de verlaten auto, de motel en het verlaten huis. Het ging met het verlaten huis. Nu hebben we voor mij weer drie opties. Pirate's Cove. Een optie. Over there. Oh, dat is de enige optie. Oké. Ik dacht, ik ga nog een keuze. Gaan we er trouwens, Alice, gewoon lekker. Ik wou net zeggen, gaat er niet achteraan in de auto.
Nou jongens, die gaan we hier slapen. Hebben we nog een andere optie? Moeten we echt heel... Ja, die luurt weer zo echt een mons. Oh, dus een verlaten pretpark. Heel lijp zeg. Holy shit. Controleer een verlaten... Shelter. Shelter. We have to get out of the cold. Niet zo schreeuwen. Looks like it's been abandoned for a while. Ja. Ik heb prima ervaring met het verlaten huis, want... Toen was daar niks mis mee. Nee, hier ga ik dus niet slapen. Find anything? No. Schadig bouwwerk. No, please, we could spend the night. Hier misschien. Hoe daarachter? Of hier? We gaan hier kijken. Pirate Adventure. Maar dit is niet binnen. Ik wil hier liever niet slapen, jongens. Te winderig, ja. Het is buiten. Kom op, hebben we niet een huis binnen of zo? Even kijken, daar is nog iets. Oeh, dat is best creepy. Oh, dat is gewoon vuur. Oeh. Beware! Oh. Danger always comes when least expected. Oh, dankjewel. Ik hoop niet dat Alice dat gezien heeft. Die wordt daar doodsbang van, denk ik. Hier dan. Ik wil wel even alles bekijken, zeg maar. Ja, hier kunnen we in. Of niet, kunnen we niet in. Oh, zo'n achtervolging is ook zo leuk. Nee, oké, hier kunnen we niet in. Nou, moet toch wel een attractie zijn, joh. In de Efteling zijn alle attracties binnen. Ik heb ook helemaal geen idee waar je heen kan. Ja, ik kan wel hier even kijken dan. Maar ik wil straks die dingen missen. Controleur. Nou ja, te klein voor ons drieën. Ja, en te winderig. Wat dacht je daarvan? En dit dan? Dit is op zich wel groot. Ja. Jongens. Ik weet het ook allemaal niet. This place is falling apart. Ja. It's not gonna be easy to find shelter. Nee, dat merk ik ook, vriend. Luther, kunnen we hier niet in dit huis? Ja, op zich is het best wel prima. Ziet er veilig uit, ja, op zich. Ik zou geen raapje intikken, want dan wordt het koud binnen. Kunnen we daar nog kijken? Het ziet er veilig uit. Oké, nou, we kunnen nog even verder kijken misschien. Oeh, we gaan in de achtbaan zitten. Dat is ook vet. We kunnen hier naar binnen misschien. Luther is wel sterk. Oh, dan kunnen wij kennelijk ook. Ja, hey Luther. Geeft gewoon één rukker aan met zijn handen en het is klaar. Kijk dan. Oh, jongens. Komt toch goed uit. Die trappen? Ja. Boom! Wat een baas. Here we go. Oké. Ik hoef niet echt verder te zoeken, dit is toch gewoon prima. Ik weet niet of hier iets anders is ook überhaupt. Best, nou, best creepy. I don't think we'll find anything better. Nee, ik wou net zeggen. Ik zei het letterlijk net. I get a fire going. Ik zei het net. Controleer Lucas of Luther's tas. Nou, weet je. Ik vertrouw hem zo erg gewoon. Ik weet niet. Ik bij die ene vet. Ik zei het al. Toen ik die cel zei vorige. Gevangenissen zag vorige aflevering. Zei ik al gelijk. Deze vet vertrouw ik niet. Hij ziet er aardig uit. Ik vertrouw hem niet. En Luther vertrouw ik wel. Ik heb gewoon zo'n intuïtie over mensen. Ik zie het gewoon. Dit soort dingen zie ik gewoon. Deze vet is te vertrouwen, Luther. Als hij mij nu opeens gaat naaien. Had ik niet van hem verwacht. Gaan we het net zoals bij Ralf. Gewoon lekker bij het open haardje knallen. Ik denk dat het wel een mooi ideetje is. Gewoon lekker bij de open haard. Lekker warm. Ja, zie je weer lekker bij de open haard. Het is wel Alice's favoriete plek natuurlijk.
I'll make the fire here. Doopie, dan ga ik jou toch. We won't be smoked out. Moet nog die tas checken natuurlijk. Controleer Luther's tas, praat met Alice. Waar is die tas dan? Ja, het ziet er allemaal niet heel chill uit. Het ziet er ook niet chill uit. Waar is Alice? Alice zal daar zijn. Ja, top. Controleer zijn tas, oké. Wapen controleren. Ja, wat moet ik hier aan controleren dan? Hij doet het. Fijn dat we dat weten. Ah, ze wil een gezin zijn. Het spijt me, Alice. Maar ik kan wel je moeder zijn met Kara dan. Oh, ze is wel blij. Of ze gaat omhoog. We'll like ja. Someday? Gewoon ja zeggen, joh. Realistisch, oprecht. Optimistisch. Once we cross the border, we can start over. Ja. You can go to school. Woo! Maybe I'll find a job. Nou, ik geloof het niet. Ik hoop het voor jullie, maar ik denk het niet. Like everyone else. As long as we're together. All that matters. Aww. Come on. Let's get you to bed. Er is nog iets dat we niet... Er is nog zo'n slot. Er is nog iets dat we kunnen doen. Wacht heel even, jongens. Openen. Weer. Koekje aanbieden. Zie je wel? There are some cookies left. Would you like some? Ik wist dat er nog wat was. I'm not hungry. Ah. Kan ik nog een keer in die tas kijken? Wat heeft die tas al wel manier om het aan te bieden? Er is nog zo'n slot, dus... Er is nog hier iets. Ja. RA9. Was dat het? Ik weet niet of dat het was. Een piraat. Restaurant was dit. Alright. Lezen. Is dit boek? Nee, toch? Schip voor het laatst gezien. Canada. Ja, dat boeit me niet. Nee, ik weet het niet, jongens. Ik weet het niet. Nou, gaan we gewoon maar lekker bij Alice liggen. Ik weet niet wat dat laatste is. Ik heb goed gezocht daarna. I don't know. Nou, ga jij lekker pitten? Ik kon ook niet met die vent praten, toch? Geruststellen. Don't worry. Luther and I will be right here. We need to get some sleep now. Misschien worden we wel een stelletje met Luther. Can you tell me a story, Kara? Okay. I have 9,000 children's stories in memory. So, I should have one for you. Unicorn. This is a story. Unicorn. About a unicorn that... No. Oh. Not a story like that. Oh. Make one up for me. This is a story about a little girl who lived alone in a big old house. She dreamed of being like all the other little girls. Oh, dit is wel heel gemeen, dit. The shadow that lived within her kept her from being happy. Then, she met a robot. Robot, dat ben ik! Who was programmed to obey orders, but felt for once that she should disobey. So they decided to run away together. Ja, dat zijn wij. Rustig leven, beter leven. To try to find a better life. They encountered great dangers along the way, but... Samen. But they stuck together. So they overcame all of them. Along ja. The way, they met... Luther, the legend. Reus. A gentle giant
You promised to protect them. How does the story end? Gelukkig einde. They reach the place they dream of and live happily ever after. Nou, is dat niet mooi? Always have happy endings. Ja. But real life isn't like that. Oh, nou, dat klopt wel, ja. Time to sleep. Het is wel omhoog. Oké, okay, mooi. Nou, we hebben toch goed gedaan ergens. Oh, Luther. Yes. Hij is een beetje de papa. Yes, of course. Wat een baas. Gaat hij een kus geven? Ja, wat een legend. Night, Alice. Sleep tight. Luther is echt een goede jongen. Dat was echt een goede jongen. Praat met Luther. Dat was dus de laatste. Dat kon ik gewoon nu nog niet doen. We gaan ook gewoon een goede band creëren met Luther. Als hij ons avond is het gewoon klaar, weet je. Hij is veel sterker. Dus we moeten hem gewoon helemaal te vriend houden. Hij is ook wel vriendelijk. Wij zijn zoveel kleiner. Kijk hoe groot hij is. She's a sweet girl. Ja, dat is ze zeker. Yes. She's very brave. Brave. RA9. Have you ever heard of RA9? RA9 was the first of us to awaken. One day he will rise up and lead our people. Oh. And set us all free. Oh. What if RA9 never comes? What if he's just a story that we tell ourselves to keep each other going? RA9 exists. Iedereen denkt dat RA9 is. Ik ben benieuwd wie dat is, joh. I know he's amongst us. When the time comes, we will all see him. Ik hoop het. Kara, have you ever noticed anything about Alice? Nee? No. What do you mean? Oh shit! Oh nee! Quicktime events ready. Ik ben helemaal ready. Pak de gun. Wapen pakken. En eens verdedigen. Who are you? What do you want? Leave us alone. Don't be afraid. We don't want to hurt you. Oké, gelukkig. We're just like you. Our name is Jerry. Okay. We were working here before the park closed. Gelukkig. Hij ziet er ook wel redelijk uit. You, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. Nee, okay, dit is een goede gast. Je kan het gelijk. Je merkt het gelijk. Slapen. We're looking for shelter for the night. We'll be gone tomorrow. A little girl. We haven't seen one for a long time. Children used to love to come and see us. She looks sad. The last few days have been difficult. We have something to show her. Something fun. She'll love it. Does she want to see? Oh, I don't think she's in. Well, she should follow us then. Alice, I don't know if it's a good come idea. Come on, Kara. Ja, oké, wel. Kom. I don't think you have any choice. Ja, kom. Is leuk voor Alice. Ah, als we allemaal weer mee gaan, Luther. Luther moet ook mee. Luther is ons beschermreus. Dat hadden we nooit in ons eentje. Oh, een draaimolen! Oh, dat is gaaf. Als die het doet, hè. Be our guest. Holy, hij doet het nog! Oh, dat is ziek! Dat vindt Alice sowieso leuk. The little one can climb on board. The carousel is about to begin. Natuurlijk wel goed oppassen bij hun, maar ik denk dat dit wel vriendelijk. Deze zijn geprogrammeerd om in een pretpark te werken. Dan moet je wel vriendelijk zijn tegen kinderen, neem ik aan. Of gewoon tegen andere mensen. Dus dat is de gedachte die ik hier achterhoud nu. Voor mij heb ik ook niet echt een andere optie. Maar deze zijn geprogrammeerd om in pretparks te werken. Dus in principe zijn ze wel vriendelijk, denk ik.
Ik vind Kara echt het leukste hoofdstuk van ze alle drie. Echt serieus. Of Connor. Kara of Connor. She hasn't had much to smile about lately. Jammer dat we op het begin dus Kara of Alice hadden dood laten gaan. Maar gelukkig kunnen we nu nog een keer spelen, dus dat is heel erg fijn. Op de storyline van Connor en Marcus lopen we nu wel achter, maar dat haal ik allemaal in. Ik ga gewoon eerst al die van Kara nog doen. Tot ik gewoon weer ben waar ik normaal gesproken was. Nou, was dit hem? 91% hebben we één dingetje gemist. Of twee. Oh, daar nog eentje. Oké, groep geniet samen van de rust. Nou, dat is ook mooi. Even kijken hoor. Dan gaan we even verder kijken wat we nog meer kunnen doen. Pretpark. Controleer gebouw. Ja, ik wist dat ik... Oh, en daar. Praat met Luther. Oké. Pretpark. Zet Ivan aan. Oké, nog iets kunnen doen in bar. Ik heb één eentje gemist in de bar. Ik zat zo goed rond te kijken, maar ik wist niet wat. Maak bed. Hoppa. Bescherm Alice. Stel vragen. Schiet in de lucht. Bedreig. Terugdringen. Oké. Nou, top deels dan deze video. Het was een wat kortere video, maar ik moet even die van Alice apart doen. Aflevering 10. Er komt snel weer een nieuwe video. En dan moeten we volgens mij nog twee Kara stories doen. En dan zijn we zeg maar weer waar we er met de rest waren. Dus jongens, ik heb heel erg genoten van dit hoofdstuk. Prima hoofdstukje, lekker rustig hoofdstukje. En als ze echt te kort zijn, knip ik desnoods bij elkaar. Maar ik vind het wel leuk om nu gewoon een beetje rond de 20, 30 minuten te houden de video's. Want dan is de serie niet te snel voorbij. Want ik vind het echt een hele leuke serie. Jongens, ik hoop nog een leuke video. Zien we de volgende video en tot dan mensen.